Goedemiddag, dit is het weersinaal van Weerplaza.nl. Een front trok vandaag over ons land. Dat ging gepaard met veel bewolking. En achter dat front kwam ook zachte lucht binnen. De temperatuur vanmiddag op de meeste plaatsen in de dubbele cijfers en dat is zacht tot zelfs zeer zacht voor de tijd van het jaar. Als we gaan kijken naar de modelberekeningen, dan zien we dat een hoge drukgebied boven Oost-Europa verder naar het oosten trekt. En dat betekent dat in onze omgeving de deur voor de lage drukgebieden boven de Atlantische Oceaan open gaat. Storingen die bij de lage drukgebieden horen, die trekken over ons land met name dus vandaag en in het weekend zaterdag passeert een eerste regengebied, dat gebeurt met name in de middag en zondag volgt dan een tweede regengebied en met name de ochtend en vroege middag. Er zijn in het weekend dus wel wat droge perioden, maar veel ruimte voor de zon zullen we helaas niet hebben. Vanavond dan is het ook nog bewolkt. De regen die momenteel boven ons land aanwezig is trekt geleidelijk naar het oosten weg. Dat betekent dus dat het vanuit het westen droog gaat worden. En de temperatuur die blijft daarbij wel hoog met 9 of 10 graden. Daarbij waait dan een wind die meest matig is en uit het zuiden komt. Windkracht 4 boven land, aan zee is de wind wat sterker en windkracht 5. Vannacht, dan wordt het op de meeste plaatsen droog. Lokaal valt nog wel een enkele spat regen uit de dikke bewolking. Waardoor en door die bewolking wordt het ook niet heel veel kouder dan een graad of negen. De wind neemt iets in kracht af, maar blijft op de meeste plaatsen matig. Morgen zien we dan sinds een aantal dagen weer af en toe de zon. In de ochtend is het nog tamelijk bewolkt, maar met name in de middag dan vallen er toch graad in het wolkendek. Helemaal droog is het niet, want de Noordzee is nog relatief warm. En daardoor kunnen er met name in de westelijke helft van het land s'middags een aantal buien voorkomen. Opnieuw is het zacht met 10 of 11 graden en boven land waait dan een meest matige zuidenwind. En aan zee kan de wind matig tot krachtig zijn, windkracht 4 tot 6. Zoals ik net al aangaf, in het weekend meer bewolking als een aantal regengebieden passeert. Dat betekent dat het uh, nat gaat worden, met name op zondag toch vrij veel regen. De temperaturen die blijven hoog tot zelfs zeer hoog voor de tijd van het jaar. Zaterdag 10 of 11 graden, al vallen de maxima op zaterdag wel pas in de avonduren. En zondag wordt het zelfs 12 tot lokaal 14 graden. Wordt het zondag warmer dan 12,8 graden in de beeld, dan hebben we zelfs een nieuw datumrecord voor 2 december te pakken. En wordt het ergens in het land warmer dan 14,1 graden, dan gaat het algehele uh, datumrecord voor 2 december eraan. Na het weekend, dan komen er weer wat gaten in het wolkendek. De zon zien we af en toe, maar het blijft wel wisselvallig. Maar ook nog altijd zeer zacht voor de tijd van het jaar met 11 tot 13 graden. Ook in de pluim is te zien dat de temperaturen nog ver boven de normale waarde voor de tijd van het jaar uitkomen. De spreiding wordt vanaf volgende week dinsdag wel erg groot. Maar over het algemeen neigen de middagtemperaturen toch wel richting de dubbele cijfers. In de nachten koelt het meestal af tot een graad of 5, maar bij een heldere nacht en bij rustig weer, zou het lokaal misschien zomaar weer eens tot het vriespunt kunnen afkoelen. Op langere termijn gaan de temperaturen weer iets meer naar beneden, en wat dan weer iets beter past bij de tijd van het jaar. Helemaal droog wordt het niet. De afgelopen tijd is het natuurlijk erg droog geweest. Ook de maand november gaat als te droog de boeken in. Maar de komende periode zien we weer geregeld wat neerslag. Niet alleen voor ons land is dat goed, maar ook in het hele stroomgebied van de Rijn bijvoorbeeld valt 80 tot 100 mm neerslag de komende 14 dagen. De rivierwaterpeilen gaan dus stijgen, maar ook het grondwaterpeil zal weer iets omhoog gaan. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.